nooit meer oorlog. Voor jener, damals einer schwachen Regierung, wider deren besseres Wissen, abgepressten Erklärung, dass Deutschland die Schuld am Friede besitze. Na de Duitse nederlaag in november 1918 dwingen de geallieerden Duitsland in Versailles tot een vredesverdrag. Duitsland moet 1/10 van zijn grondgebied en al zijn kolonies afstaan. Frankrijk krijgt het rijke industriegebied Elzas-Lotharingen, België de Oostkantons. In het oosten wordt Polen weer onafhankelijk. Het Duitse leger mag niet meer dan 100.000 man tellen. Bovendien eisen de overwinnaars zeer hoge herstelbetalingen. Als die uitblijven, bezetten Frankrijk en België in 1923 het geïndustrialiseerde Ruhrgebied om Duitsland onder druk te zetten. Maar dat leidt tot een financiële chaos die ook voor Frankrijk nadelig is. Na 3 jaar wordt de bezetting opgeheven. Al die tijd spreken de Duitsers over het dictaat van Versailles. In 1933 komt Hitler aan de macht. Hij verpersoonlijkt de Duitse wil om revanche te nemen. Dat is het wonder unserer tijd. Dat ihr mich gefunden habt, einen unter so viel Millionen. Dat is het wonder. En dat ik euch gefunden habe, dat is Deutschlands Glück. Hitler richt een arbeidsdienst op. Alle werkloze Duitsers moeten zich aanmelden. De Duitsers bouwen autosnelwegen, iets nieuws voor die tijd, en sociale woningen. In 3 jaar tijd halen de nazi's zo 6 miljoen mensen uit de werkloosheid. Iedere Duitser kan de trotse eigenaar worden van deze auto, de Volkswagen Kever. Groots opgezette campagnes moedigen de Duitsers aan 5 mark per week te sparen om met een eigen wagen te rijden. De autootjes worden nooit geleverd, omdat de industrie overschakelt op de fabricatie van wapens. Bovendien moet Duitsland weer een wereldmacht worden. Hitler droomt van een groot Duits Rijk met levensruimte voor alle Duitsstaligen. Ook voor hen die niet meer in de heimat wonen. Een vrijes Duitses volk in einem starken Deutschen Reich. Deutschland, Vaterland. Bij ons is Léon de Grelle de opvallendste aspirant-dictator. Zijn beweging, het Rexisme, wil van België een autoritaire staat maken. De Grelle haalt eerst zijn inspiratie en zijn geld bij Benito Mussolini, de Italiaanse fascistenleider. Al vlug compromitteert hij zich door zijn eigenzinnigheid en door zijn bewondering voor Hitler op het moment dat de oorlogsdreiging met Duitsland reëel wordt. Dat de groet van Rex ook maar iets met het nazisme te maken heeft, ontkent de Grelle ten stelligste.
feront un geste de chez nous. C'est pour ça que nous serions des Hitlériens. Les Hitlériens n'ont rien à voir avec notre salut. C'est un petit salut comme ça qui n'a rien de commun avec le nôtre. Le nôtre, la main tendue face au pays pour lui dire comptez sur nous, sur notre fidélité, sur notre foi, sur notre dévouement jusqu'à la mort. Het Vlaams Nationaal Verbond van Staf de Klerk wil een zo groot mogelijke zelfstandigheid voor Vlaanderen. Als het moet, door de Belgische staat te vernietigen, die de rechten van de Vlamingen nog altijd met voeten treedt. Het VNV zoekt en vindt toenadering tot Duitsland, maar het speelt wel uitdrukkelijk het parlementaire spel. De partij telt trouwens 17 volksvertegenwoordigers in 1939. Ferdinazo van Joris van Zeveren daarentegen is een kleine autoritaire beweging. Het verwerpt het parlementair systeem en wil van geen verkiezingen weten. De 4000 leden beschouwen zich als de natuurlijke elite van het volk. In maart 1936 trekken Duitse troepen de Rijn over. Er zijn weer Duitse soldaten in dat deel van Duitsland dat volgens het verdrag van Versailles voor hen verboden terrein is. Hitler beveelt uitdrukkelijk dat zijn soldaten onmiddellijk moeten terugkeren als Frankrijk en Groot-Brittannië gewapend tussen beiden zouden komen. Maar de geallieerden reageren niet. Propagandaminister Goebbels laat voor de eerste keer massaal alle beschikbare cineasten en fotografen opdraven. De remilitarisering van het Rijnland wordt een ware triomftocht voor het nieuwe Duitse leger. Sinds enige tijd draait de Duitse wapenindustrie opnieuw op volle toeren. De dienstplicht wordt weer ingevoerd, maar ook dat lokt geen sancties uit. België wil buiten een gewapend conflict blijven en wijst alle bondgenootschappen af. België heeft zichzelf in politiek voorgeschreven op stiptelijke onafhankelijkheid in uitsluitend nationale gronden gebouwd. Zulke politiek moet door een doelmatige militaire toerusting gesteund worden. Een sterk gedreven en vastberaden leger moet waken voor de onschendbaarheid van ons grondgebied. In maart 1938 trekken Duitse troepen Oostenrijk binnen. Dat betekent de aanhechting van Hitlers vaderland bij het Rijk. De meeste Oostenrijkers zijn gelukkig met de Anschluss.
Echte oorlogsdreiging komt er naar aanleiding van de Sudetencrisis. In het Sudetengebied, een deel van Tsjechoslowakije, wonen hoofdzakelijk Duitsers. De Sudetendeutsche Partij stuurt aan op de aanhechting bij Duitsland. De Tsjechoslowaakse overheid laat dat uiteraard niet zomaar gebeuren. Er breken zware onlusten uit. Om hun eisen kracht bij te zetten, doen de Sudeten-Duitsers een beroep op Hitler. Ik heb Herrn Benes een aangebod gemaakt. Het is niet anders dan de realisering dessen wat hij zelf al toegeweerd had. Hij heeft jetzt in zijn hand vrede of krieg. Entweder dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben, oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. Na de harde taal van Hitler wordt het Tsjechoslowaakse leger gemobiliseerd. Zes maanden lang duurt de Sudetencrisis. In het begin steunen Frankrijk en Groot-Brittannië hun bondgenoot Tsjechoslowakije. Om een oorlogsdreiging af te wenden, komen in september 1938 Duitsland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië in München bij elkaar. Tsjechoslowakije is niet uitgenodigd. Mussolini is aanwezig als bemiddelaar en leidt de vergadering. Frankrijk en Groot-Brittannië gaan akkoord met een aanhechting van het Sudetengebied bij het Rijk. De vrede schijnt gered. De Sudeten-Duitsers danken Hitler, maar voor de Tsjechen is het een enorme ontgoocheling. De Tsjechische bevolking, maar ook Duitsers die niet onder het naziregime willen leven, trekken weg uit het gebied. In Europa is de opluchting over het akkoord van München groot. In België komt een einde aan een eerste algemene mobilisatie die maar een paar weken heeft geduurd. Met bloemen in de armen keren de soldaten weer naar huis. De Duitsers bezetten triomfantelijk het Sudetengebied. De bevolking verwelkomt hen als bevrijders.
Een paar dagen na die intocht brengt Hitler een bezoek aan het veroverde Sudetengebied. Maar München blijkt alleen maar uitstel. In maart 1939 laat Hitler het masker vallen. Voor het eerst marcheren Duitse troepen niet Duitsstalig gebied binnen. Tsjechië wordt bezet, Slowakije wordt een fascistische vazalstaat. De Britse eerste minister Chamberlain is diep ontgoocheld. Is this the last attack upon a small state? Or is it to be followed by others? Is this in fact a step in the direction of an attempt to dominate the world by force? Die vrees wordt nog versterkt wanneer tot ieders verbazing Duitsland en de Sovjet-Unie in augustus 1939 een niet-aanvalspact sluiten. In een geheime clausule bij het akkoord verdelen beide landen Polen. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen met een drogrede binnen. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Op 3 september 1939 mengen ook de Britten zich in het conflict. Neville Chamberlain maakt via de radio de oorlogsverklaring. Op grond van de geheime clausule valt de Sovjet-Unie Oost-Polen binnen en bezet die gebieden die vroeger bij het Russische Keizerrijk hoorden. Zij ontmoeten de Duitsers in Brest-Litovsk. De mooiste overwinning behalen de Britten. Zij slagen erin de Duitse vestzakkruiser Graaf Spee uit te schakelen. Op het vasteland heerst er een phony war, een dolde. Frankrijk mobiliseert in totaal 6 miljoen man. Dat gebeurt op de meest chaotische manier. Maurice Chevalier maakt er zelfs een spotlied over. Later, als de Duitsers Frankrijk binnenvallen, lacht men er niet meer om. Avait bien mauvaise mine, et le lieutenant avait des ganglions. Le chuteux souffrait de coliques néphritiques, le sergent avait le pylore atrophié, le caporal un coryza chronique, et le deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillés, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prônent des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du tatin. Ein Morgengruß für die andere Seite.
Ondanks de vriendelijke groeten nemen Duitsers en Fransen stelling in hun bunkers en wachten het eerste schot af. België verklaart zich nu officieel neutraal. Alle partijen, ook de communisten, Rex en het VNV, steunen die politiek. De veiligheid van het land is verzekerd. Ons machtig en tuchtvolle leger houdt aan onze grenzen een waakzame wacht. In al onze provincies, zo Vlaamse als Waalse, staan onze soldaten tegenover elke hoegenaamde inval paraat. Het land is voor lange tijd van voorraad voorzien. Wij hebben onze onzijdigheid bevestigd. Wij moeten haar dan ook uitvoeren. Frankrijk, Groot-Brittannië en ook Duitsland beloven de Belgische neutraliteit te respecteren. Maar de neutraliteitspolitiek betekent ook dat België al zijn grenzen moet bewaken. Niet alleen die met Duitsland, ook die met Frankrijk. Daar zijn meer soldaten voor nodig. Vanaf september 1939 mobiliseert België meer dan 500.000 man. De soldaten blijven 9 maanden bijna onafgebroken onder de wapens tot het uitbreken van de oorlog. Het moreel is slecht, de soldaten zijn lang van huis weg, de soldij is zeer laag en de steun aan de familie is ontoereikend. De slechte sociale toestand en de verveling leiden soms tot incidenten. Welkome afleiding zijn de eindejaarsgroeten voor thuis. De radioomroep organiseert die van ergens te velden, want voorzichtigheid voor alles. Heer bewoner van Harelbeek en Weenhoer, wens de handen en klanten en bijzonderlijk aan mijn vrouw en mijn ouders en kinderen een gelukkig en zalig nieuwjaar en een vrede. Hallo. Hier, de soldaat vieren ze op tafel, van Grimberg en Tendermonde. De complimenten aan vrouw en kinderen dat je zaterdag naar huis komt. Hier, Michel Leetner. Goedendag aan vrouw en kind. Ik kom zondagmorgen naar huis. Raoul Véron, de Vleenuren, met bien ses compliments. Et ses vœux de bonne année à tous ses parents et tous ses amis. Ici, Loire Germain. Des compliments à ma mère. Om het moreel op te krikken, krijgen de soldaten pakjes met tabak, chocola en boeken. Ook koningin Elisabeth bezoekt de soldaten. Die massale mobilisatie heeft ook zijn invloed op de economie. Vele winkels en kleine bedrijfjes gaan dicht, de bouw valt stil. Alleen de textielateliers die voor het leger werken, hebben meer dan voldoende werk. Koning Leopold gelooft dat staatshoofden van kleine landen kunnen bemiddelen in het conflict. Samen met de Nederlandse koningin Wilhelmina doet hij in november 1939 een vredesoproep. Geen van de grootmachten hecht er ook maar enig belang aan. Belangrijk is wel dat de koning denkt dat hij op eigen houtje kan handelen.
Dat zal hem later in botsing brengen met zijn regering. In januari 1940 is het bijzonder koud. Een Duits vliegtuig maakt een noodlanding in Maasmechelen. Aan boord worden documenten gevonden waaruit blijkt dat Duitsland een aanval op België, Nederland en Luxemburg voorbereidt. De Belgische overheid houdt het incident geheim. Op het eerste gezicht is er niets aan de hand. In het park van Brussel organiseert men een wedstrijd voor de mooiste sneeuwsculpturen. De soldaten houden de Duitse grens nog scherper in het oog, want niemand twijfelt er nog aan dat het oorlogsgevaar uit Duitsland komt.